Dag mensen, ik wilde uh, even zomaar wat delen en dat viel me vandaag namelijk binnen. Een oud collega van het Korps uh, Commandotroepen, die was uh, mijn compagnie stationmajor en er wordt wel eens gezegd, dat was de moeder van de eenheid. En zijn naam was Richard en hij zei wel eens, zijn verantwoordelijkheid was om uh, te zorgen dat de machine gesmeerd bleef lopen, dat uh, lief en leed gedeeld kon worden... En dat met name ook de disciplinaire zaken, die niet altijd leuk zijn, dat er wel iemand was die daarvoor hoedde dat het bleef kloppen. En dat deed hij. Maar soms werd er wel eens een, uh, een kantje van afgelopen. Dat verwacht je misschien niet, maar ook bij het Korps gebeurde dat wel eens. En met name bij de vervelende klusjes. Dat als iets netjes moest zijn of je moest er netjes bij lopen, dat lukte niet altijd vanzelf. En hij zei dan, jouw gedrag maakt van mij een klootzak. En daarmee bedoelde hij, ik vertik het om je niet aan te spreken op datgene wat we met elkaar afgesproken hebben. Dus dat is heel vervelend om dat te ontvangen, maar het zegt eigenlijk alleen iets van jouw gedrag. En daardoor lijk ik nu een klootzak. En daarmee dacht ik, hier kunnen zoveel mensen iets van leren. Namelijk aanspreken doen we liever niet. Want daarmee worden we een, een beetje een naar mens. Want aanspreken betekent dat je iets vindt van het gedrag van de ander. Maar als dat nou eens een functie zou hebben. Als je met elkaar gewoon basisafspraken maakt en die worden niet nagekomen. En vervolgens spreken we onszelf niet uit. En we spreken niet aan. Dat betekent dus dat we frictie opbouwen in onszelf. Dat er een knoop ontstaat in je maag. En dat die knoop op een gegeven moment geen woorden krijgt. Nou, dan nemen we het mee naar de collega's of naar de eettafel thuis. Maar het heeft geen functie. Die knoop, die moet eruit. En Richard deed dat door te zeggen... Ik spreek je wel aan. Jouw gedrag... Maakt van mij een klootzak. Denk er maar eens over na.